Dus mijn naam is Jeremy en ik werk op de interface dienst van de Vrije Universiteit Brussel, die zich bezighoudt met het commercialiseren van het onderzoek dat aan de VUB gebeurt. Dus de reden van mijn deelname aan de missie was veelzijdig. Ten eerste contact te leggen met entrepreneurs, investeerders in de regio. Een beter zicht krijgen van het hele start-up gebeuren hier. Hoe pakken ze het hier aan? Wat zijn de verschillen met hoe dat het bij ons gebeurt? Ook eigenlijk kennis maken met bedrijven die deelnamen aan de missie. En ook contact te leggen met onze collega's van lokale universiteiten hier, die hetzelfde doen als wat wij doen eigenlijk. En wat neem ik mee? Ten eerste dat wij als interface niet zo slecht bezig zijn in Brussel. Als je ziet wat wij vernomen hebben van de lokale universiteit, hoewel een aantal verschillen zijn, een aantal punten waar wij toch wel wat van kunnen meenemen. Ik heb kennis gemaakt met een aantal Brusselse KMO's die hier aanwezig waren. En waarvan ik hoop dat we in de toekomst eventuele samenwerking kunnen opzetten. En ik heb toch een contact gelegd met potentiële klanten of partners voor onze eigen spin-offs in Brussel.